heel even een kleine pauze nemen van deze fantastische compact disc dummies te geven. Ik kom even gewoon wat oordopjes halen. Als het marcheert. Ah nee, ik moet geld insteken. Okay. Dus ja, toch heel straf eigenlijk. Hè. Compact disc dummies, winnaar van de Rock Rally. Ik zat mee in de jury. En ik weet ook de hele heisa die ontstond rond ja, moeten de compact disc dummies nu echt wel winnen. Want die Geppetto en de Wales zijn ook fantastisch. Wel, ik denk dat we nu net het bewijs hebben gezien dat deze compact disc dummies zo jong, 17 en 19. Wat een bom. Ja, fantastisch. Ik kwam vooral eigenlijk naar dit concert omdat ik wel benieuwd was naar het optreden van de winnaars van Humo's Rock Rally dit jaar. Dus ik vond hun werk wel goed dat ik al op YouTube had gezien en daarom kom ik eigenlijk naar hier. Ik ben vrij geïnteresseerd in die elektronische muziek en hoe ze dat allemaal maakten. Dat ik eigenlijk uit mezelf op mijn laptop begon en daar eigenlijk allemaal dingen op gestoken. En samples begonnen en synthesizers ja. En dan is dat een beetje te samen gesmolten. En, ja. En plotseling waren we alle twee. Waren we iets tussenin. Ja. en ja, hoe dat we dat nu doen, dat is meestal met een stukje zanglijn of een stukje melodie of een stukje vajanis en dan werken we daarop verder. En dat zijn de tofste de dingen ook in het repetitiekot. Ja. Gewoon urenlang experimenteren met en verschillende klanken. Dat is waar. Ja. Merci. Ik ben deze avond speciaal naar Brussel afgezakt. Om het optreden van niemand minder dan de Belgische Nico en de Belgische John Cale Lou Reed te zien, namelijk het Gentse duo Too Tangled. Hopelijk vanavond was Too Tangled. Wel, dat was geen toeval. Een band die trouwens veel populairder is in het buitenland, in België. Zo ging dat destijds ook met Case Choice en Paracaan. Een Belg moet eerst zien dat een band eigenlijk in het buitenland marcheert. En dan ja, omarmt men doorgaans in België pas een band in eigen land. Sand in eigen land. Zaterdag zelfs nog in Wolfsburg en maandag in Nuremberg in een voormalige bunker van de nazi's eigenlijk. Dat was wel zo'n shelter, een schuilkelder met van die metalen deuren en krankenramen en zo van boven. Dat was toch niet noemenswaardig. Totaal. Tijdig met de Coca-Cola Sessions dit jaar. We hebben al een aantal uitverkochte shows gehad. En ja, er zijn nog twee die volgen. Eerst er een met Safi en Spray, die quasi sold out. Ook al is Nederlandstalige hip-hop, au fond, au cours. En er is nog eentje met onder andere Drive Like Maria. Nog de allerlaatste die je kan zien. Dus nog even rippen, want doorgaans verkopen alle Coca-Cola Sessions helemaal voor het uit. I got no heart, shuffle baby.
know.